Hallo mensen, tof, ik kijk weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in mijn class, Custom Class 10. Ik ga vandaag een soort nieuwe serie starten en dat heeft eigenlijk het volgende in. Wat ik heb gedaan, ik heb van de lijst met wapens, van de primary weapons, heb ik het eerste wapen gepakt. Ik heb bij de optics de eerste optic gepakt. Bij de attachments, het eerste attachment, één attachment naar keuze. Hier de eerste. Bij de tacticals, dus bij de lethals, bij de secondaries de eerste. En hier overal de eerste. De bedoeling is hierbij, ik heb zoals ik zei, één ding naar keuze. Dat op het moment dat je van alles de eerste neemt, omdat ik hier in dit geval geen secondary bij heb of niks erop. Heb ik gekozen voor een ding naar keuze. Dus één iets naar keuze. Dus in dit geval één optic of één attachment naar keuze. Of één weapon. Gewoon iets naar keuze. Ik heb gekozen voor rapid fire. De bedoeling is dus dat we hiermee een goede score meer gaan neerzetten. Om te kijken wat je kan halen voor scores. Met de haakjes een class. Die iedereen kan maken op deze manier. En als we dit gehaald hebben natuurlijk. En de volgende aflevering pakken we dan de VMP. Dus dan het tweede wapen. Gaan we door naar het derde wapen. Het vierde wapen. Het vijfde wapen. Het zesde wapen. En dan gaan we zo rustig door. Gaan we het hele rijtje even. En dan komen we uiteindelijk ooit uit bij snipers. Maar we beginnen vandaag met de CUDA. Met, zoals ik zei, de Reflex, de Quick Draw, de Rapid Fire naar keuze. De MR6, de Frag, de Confusion, de Afterburner, Fast Hands en Home Gun. Dus ik heb niet echt een beeld bij deze class. Omdat ik deze class nog nooit zo gebruikt heb. Ik zie dat we een potje al gaan joinen die nog niet... Die al bezig is, laat ik het zo zeggen. En we gaan kijken wat ze hiermee kunnen aanrichten. Ik zie wat op mijn geluid relatief hard staat. Ik zet het even wat zachter. Maar dat is dus een beetje het ding van vandaag. Gaan proberen dus een goede score in dit zetten. En dus om te kijken wat je met zo'n score kan. Wat je met zo'n wapen kan neerzetten. En volgende week zullen we dan natuurlijk uiteraard, zoals ik zei. Dus het tweede wapen pakken, dus de VMP. Maar dan pakken we daar vooral de tweede van. Zodat natuurlijk niet meer haalbaar is. En zo beginnen we nog steeds opnieuw. Bij SL trouwens beginnen we ook weer met de reflex op het eerste wapen. Dus ik wist het gewoon. Ik zie dat we al begonnen zijn. Oh, we zijn net begonnen. Oké. Okay. Mooi, dan missen we in ieder geval niet het hele potje. Ik zeg het er gewoon bij, want dat is eigenlijk wat ik altijd al doe tegenwoordig. Maar wat ik toch altijd blijf zeggen. Ik neem tegenwoordig altijd het eerste potje op. Omdat het altijd een heel erg onvoorspelbaar potje is bij mij. En dat vind ik altijd wel leuk. Want dat zijn soms hele goede potjes, maar soms zijn het ook gewoon hele slechte potjes. Kom maar. Niet? Oh, nee, dat gaan we niet doen. Daar ben ik niet voor geschikt. Oh, godtering. Schrok me dood, man. Ik dacht dat ik er geen kills maak. Ik vind het niet een hele fijne klus tot zover, natuurlijk. Maar ik moet ook even wennen ook. Want ik gebruik persoonlijk dus nooit. Kom maar. Hup. Geen fast max, niks. Gewoon een soort classic. Ik denk niet dat al veel mensen deze class zo gebruikt hebben. Dit is toch echt wel een hele aparte class, dat het even zo noemen. Okay, we gaan gewoon hier naartoe. Een beetje omlopen, want ik weet... Ik weet dat ik nog wel eens dat ik vrij vaak CUDA gebruik. Wat ik wel niet met een CUDA kan. Oh, ja, dat is nog een beetje jammer. Dus ik moet er een beetje op letten. En ik vind hem persoonlijk, ik vind hem niet... Dat zo ver vind ik hem nog niet lekker spelen. Gewoon ook omdat het is gewoon niet zoals mijn quest zou zijn normaal, dus. Oh, tuurlijk. Hij heeft de war machine. Tuurlijk. Oké. Dat zover gaat nog niet zo goed. Ik moet wennen, want ik gebruik nooit de eerste wapens natuurlijk. Ah! Lastig. Oké. Even op blijven letten, wat niet? Ik weet dat ik nog wel eens afgeleid raak. Staat hij er niet meer? Die rapid fire die bij mij in mijn eigen keuze was echt moet een soort van redding worden. Maar ik ben nog benieuwd hoe ver me gaat redden. Natuurlijk pak ik weer een assist op. Dat is altijd weer een beetje jammer. Ah! Shit. Ah, oh, dat is wel lastig. Dit ding is, weet je, het heeft voorkeur, maar het heeft verder geen stabilizer of zoiets. Het is best wel... Hup. Dank je. Oké, even kijken.
Dank je. Evolutionary dead end reached. Ah, oké. Oh, andere kant. Dat heb ik helemaal niet gezien. Ik dacht dat die een date, dacht die aan de andere kant stond. Mijn fout, maakt niet uit, maakt niet uit. Oké. Okay. Doei. Ik vertrouw niks in iemand. Oh, wat ook een ding is bij deze opdrachtkeuze, hoe ik het noemen wil. Is dat ik natuurlijk geen baas van de golf mag pakken, dat zou het natuurlijk wel heel makkelijk maken. Oké, oké. Ik vergeet, weet je, ik vergeet altijd halfwege wat ik... ik heb trouwens ook mijn Ripper nog, zie je. Dat was ik helemaal vergeten waarschijnlijk. Hostile care package overhead. Deze Clash, hij schiet. Je gaat niet heel snel, maar als je toch een beetje, als je oplevelt, dan kan je toch wel nogal wat mee aanrichten. Dan zeg ik wel dat het niet heel snel, als je wat minder vaak dood zou gaan en wat meer zou opletten, zoals ik niet zo goed kan in combinatie met praten en entertainment en al dat gedoe. Dan zou het toch best wel een goede Clash kunnen zijn. Zo, dat zijn er drie. HCXD ready for deployment. Oh, kut. Oké. We staan nu 1-1, dat is prima. Dingetje. Oh, dat had ik ook niet verteld. Ik heb de lage scorestreaks aangezet. Gewoon, omdat ik dit zijn de eerste drie scorestreaks. Aangezien ik niet één scorestreak aan wou zetten, heb ik gewoon, ja, de laagste gepakt. Want dat leek me wel dat toch het dichtst in de buurt van zitten. Dus dat heb ik zo gedaan. Ja, dat is geen goed plan. Dat is gewoon geen goed plan. Zo, sorry. Oké, even door. Ripper ready. Get close and personal. Nog een keer op de hoek. Ah, nee. Shit, ik klikte op het verkeerde knopje, dus dan kom je er ook niet. Oké, ik heb een assistje voor mijn Guardian toe. Yep. Dead. Ik kom er nu lekker in als je. Ik begin de Clash een beetje te voelen, zoals ze dat noemen. Of de enemies gaan samen spelen, dat kan ook nog, maar dat weet ik niet. Ah, kom op. Was dat mijn eigen? Waarschijnlijk was het mijn eigen granaat, want ik zag geen killcam. Ja, dat zit niet op te letten. Maar we gaan positief. Je kan zeggen wat je wil, maar. Ik vind het prachtig. We gaan positief, hè? Ik vind het goed. Ja. Hallo, ik heb gewoon een kill met mijn granaat. Fijn. Ja, ik ga niet terug hoor. Doe. Suicide poging dat. Ga ik niet doen. Is er nu letterlijk hier niemand meer? Dat vind ik een beetje jammer. Oké, mijn Guardian is stuk. Ik begrijp het. Hellstorm inbound. Die Hellstorm is waarschijnlijk niet van ons. Ja, dat is altijd zo jammer. Oké. Ik zeg heel eerlijk, ondanks dat ik alleen maar de kuren gebruik, kan ik ook even het pistooltje gebruiken. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik kan hem even gebruiken natuurlijk. Ja, dat gaat niet snel genoeg. Tuurlijk. Dat is wel lastig. Weet je, die secondary heb ik niet zo heel veel op deze manier. Omdat je gewoon... Hij schiet gewoon niet snel genoeg, simpel. Ik kan het niet snel genoeg gebruiken, laat ik het zo zeggen. Oh, zit er nog eentje achter. Ik vergeet het altijd. Als ik per toeval die twee gasten achter elkaar heb, dan ben ik echt... Heb ik dat per toeval dat doorschiet ofzo? Het zal nooit gebeuren dat ik dat. Oh, dat ik dat niet heb of vergeet of weet ik veel wat. Dat zal snel gebeuren. Maar tot zover gaat deze prijs nog eigenlijk best wel lekker. Hij gaat beter dan ik had verwacht, laat ik het zo zeggen. Ik heb gewoon op dit moment gewoon een net KD van 1. En ik had niet verwacht dat ik dat zou halen. Ik had echt verwacht dat dit pure scheid zou worden. Oh, dat was niet zo heel goed. Dat was niet zo heel mooi.
Ik zie dat we staan nu voor als team, maar ik wil... Mooi. Dat ga ik ook proberen nog te regelen. Kut. Waarom gaan jullie nou niet dood door mijn granaat? Dat is dan echt jammer. Hup. Ha! Oh nee, zo jammer. Oké, okay, nu gaan we negatief, jongens. Dit is niet goed. Ik wil nog even een ripper kill maken. Misschien twee, mag ook. God! Waarom is iedereen net wat sneller dan ik? Dat is toch jammer bij dit soort dingen. Zijn jullie allebei? Volgens mij wel. Hoppatee. Dit is nou heel jammer. Kom op, teammates. Weer nog even dankje. Oeh, close. We zijn tweede geworden. Ik vind het persoonlijk een hele chille class als ik het zo bekijk. 19 en 21 is geen super score. Maar het is toch een score die ik niet had verwacht met deze class, als ik heel eerlijk ben. Ik had niet verwacht dat ik met deze class deze score zou halen. Sowieso, het is een M6, dat gebruik ik nooit. Net zoals nu ook, ik gebruik dat ding niet. Ik gebruik nooit Tacticals en Lethals, dat gebruik ik ook nooit. En alle perks die erin staan, gebruik ik over het algemeen ook niet. Dus dat is best wel een beetje lastig voor mij, maar ik vond het wel heel goed gaan. Dus ik zou hoe het in elkaar zit, laat ik het zo zeggen. Dat we daar met z'n allen een goed beeld bij vormen. Dus dat is belangrijk. Dus dan gaan we eigenlijk wat we nu moeten doen. Simpel gezegd, we gaan van de CUDA gaan we doen in de VNP. Maar op het moment dat we alles bij de VNP klaar hebben, dus dat we alle submachine guns klaar hebben, moeten we natuurlijk bij de, gaan we doen de SL Drivers, maar dan gaan we natuurlijk niet daar verder met, weet ik veel, attachment 6 of zo. Want niet elke wapen heeft 6 attachments, zoals jullie snappen wat ik bedoel. Dus even naar de clash gaan. En weer de CUDA, dat is het eerste wapen. Deze is het tweede wapen, dus dan zouden we de tweede tactical pakken. En de tweede, eentje naar keuze in dat geval. En dan pakken we hier ook de tweede en dan gaan we zo door. Maar op het moment dat we bij de submachine, bij de SL Drivers aankomen, dan pakken we de KM44. Pakken we hier weer de eerste. Want op het moment dat, als we even logisch kijken. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 wapens. Dat is de KM44 al wapen 7. Dan heb je wapen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik heb er dan nog wat meer. Dan heb je 17, weet je. Dan kom je al heel ver. Maar er zitten geen 24 attachments op een wapen. Dus dat is niet mogelijk. Dus in principe kom je nooit, op het moment dat er, in mijn geval, heb ik dan niet wat meer was. Dus ik heb er hier 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik heb 9 SL Drivers. Dus we kunnen hier aankomen bij attachment 9. Dus dat is dit is 6. Dan is dit 9. We komen uiteindelijk uit bij Extended Max. Bij de KM44 in dit geval. Maar voor volgende week gaan we dus de VNP gebruiken. Met de Recon. Daar kan ik mijn eigen mooie scoopje op zetten. En ik denk dat dat wat we gaan doen. Eigenlijk zou ik ook de tweede van moeten pakken. Nou, dan doen we gewoon de tweede. Dit is in principe, dit is 1 en dan is dit 2. Dan is dit de 2, dus de pressure, niet zo'n fan van, maar het is niet anders. Hier dit is het tweede wapentje. Hier hebben we de tweede hebben we nog niet. Dat kan ik even laten zitten. Hier heb ik nog niks op. Ja, dit is de tweede. Hier is dit de tweede. Dit is hier de tweede. Dit is hier de tweede. Jullie zien dit. Ik moet het allemaal nog unlocken. Ik gebruik dit allemaal dus echt nooit. Nu hebben we nog één baan, nog één attachment over. Het is uiteraard naar keuze. En ik zeg heel eerlijk dat ik... ik ga er weer Rapid Fire op zetten, denk ik. Want Rapid Fire is gewoon best wel heilig. Kijk dan naar deze clash. Die ziet er toch niet uit, weet je. We pakken hier. Ik vind het niet mooi eruit zien, maar ik vind het goed. Pak hier ook de tweede. Dit is dan... Nou, we pakken hier gewoon een mooie. Klaar. Pak hier gewoon dit. Ziet er ook niet uit, maar... Dit is dan onze clash volgende week. Dan gaan we hier nog een mooi cammetje op zetten. Hartstikke prachtig. En... Nou, weet ik veel. Dan doen we gewoon deze erop. Hartstikke prachtig. Dan is dit onze clash volgende week. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit idee leuk vinden. Dat jullie het even willen supporten. Als jullie zeggen van je moet er iets aan aanpassen of je moet iets anders, laat het dan zeker even achter in de reacties. En dan zou ik zeggen, dan heb ik er heel erg van genoten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters, dag en doei.